Ed Engelkens laatste wedstrijd gewonnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Goeie wedstrijd, denk ik. Nou ja, bij vlagen was het goed, maar je moet je afvragen of je op dit veld mag eisen dat er positioneel heel goed gevoetbald wordt, want het was echt dramatisch. Het veld was heel moeilijk te bespelen, er lagen veel plassen op het veld, dus het werd veel om strijd. En ik denk dat Nieuw-Zeeland is een ploeg, ja, die heeft veel strijd en wij zijn eigenlijk een ploeg die willen meer voetballen. Dus het veld was niet in ons voordeel, maar ik ben des te blijer dat we toch... Ja, we hebben kunnen winnen. Dus op een bepaald moment hebben we in de eerste helft ook de keuze gemaakt om toch maar iets minder risico te nemen daarin en wat sneller de lange bal te spelen. Nou, daar zijn we wel in de rust op teruggekomen, hè, van hoe speel je dat dan? Want dat is ook weer een leermoment voor ze. Nou, dat hebben we in de tweede helft veel beter gedaan. In de tweede helft hebben we goede momenten gehad waarbij we er ook voetballend goed uitkwamen. Ja, dan is een doelpunt is eigenlijk noodzakelijk om die wedstrijd in de wacht te slepen. Alleen, ja, daar slagen we dan in die laatste fase neer. En dan komt het dan op Ingels. Ja, en daar zijn we heel cool in gebleven. Een goede Loes. En de mensen die hem moesten nemen, die hebben zich prima van hun taak gekweekt. Dus wat dat betreft uitstekend. In de wedstrijd is ook een penalty. Dan baal ik ontzettend dat ik die niet heb. Ik ga de goede kant op. Ik zit er echt nog aan gewoon. En dan heb ik hem niet. En dan ben ik eigenlijk zo kwaad. Ja, dat ik die bal niet heb. Dan is het wel fijn dat ik dan nu in die penalty reeks dan nog twee keer heb goed kunnen maken. Ik denk wel dat het goed is dat je dit gevoel mee naar huis neemt. Je sluit het toch met winst af. En dat hebben we net ook tegen die spelers gezegd. Van als je dan op penalties het laat aankomen, ja, dan moet je wel ervoor gaan dat je die penalties er goed afsluit. En dat je die wel wint. Want dat gevoel neem je wel mee terug naar huis. En ja, de rest van de week hebben we gewoon een prima week gehad. Puur kijkende naar wat we wilden. Ja, en dan zitten de resultaten misschien niet zo mee. Anderzijds is het wel zo dat het eigenlijk maar om één goal gaat in je poolfase. Want als we tegen Canada gewoon op 1-0 komen, dan speel je finale. En nu verlies je hem 1-0 en speel je 7e, 8e plek. Dat is het verschil. Het ligt dus heel dicht bij elkaar.